Oké, nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb vandaag weer een videootje speciaal voor jullie, waarin ik het een en ander uitleg over de iPad en wat je ermee kan doen. En wat we vandaag gaan behandelen is, hoe kun je nou foto's maken met je iPad? We hebben gisteren gezien hoe je iPad eruit ziet als je hem net uit de doos haalt. En als je hem, gisteren gezien, ik heb natuurlijk gisteren het filmpje opgenomen, dat wil niet zeggen dat jij hem ook gisteren gezien hebt. Misschien zie je dit filmpje wel eerst. Maar ik ga er in elk geval vanuit, in dit stadium, dat je de iPad helemaal hebt geïnstalleerd. Dus dat je het installatieproces al bent doorlopen. Je hebt hem uit de doos gehaald, hij werkt. En op een gegeven moment kun je dan van alles doen met je iPad, waaronder foto's maken. En daar gaat deze video vandaag over. Als je op je beginscherm komt, en zoals je ziet heb ik hier al een aantal apps op staan. Een app is een programma. Dus je ziet, hier heb je het overzicht. En bericht is bijvoorbeeld een programma dat er standaard op zit. Als je een wat nieuwere iPad hebt, FaceTime zit er standaard op. Foto's, dat is niet om een foto te maken, maar om de foto's terug te zien. Dat is eigenlijk je fotoalbum. Camera, daar gaan we het zo over hebben. En zo heb je nog een aantal apps. Hoe meer apps je erop hebt staan, hoe voller je scherm wordt. Nou, op het moment dat je helemaal je iPad net uit de doos hebt en net hebt ingesteld, dan ziet hij er ongeveer zo uit. En als je hem dan ontgrendelt door met je vinger over dat pijltje van links naar rechts te gaan, dan ziet hij er zo uit. Dan is dit ongeveer wat je als basis zult zien op je scherm. Nou, ik pak nu deze iPad erbij, die we ook in het beeld zien. Wat je doet om te beginnen om foto's te maken, zeker de nieuwere iPads hebben op zich best een prima camera. Niet een camera waarmee je nou echt foto's kunt maken die vervolgens op een zuil langs de snelweg moeten staan, zo groot. Maar ik vermoed ook niet dat de meeste kijkers dat nou zoeken in een camera op de iPad. Maar als je op vakantie bent of je bent ergens en je wil even snel een fotootje maken, dan is het echt prima camera. Dus als dit het beginscherm is, dan klik je rechtsbovenin in dit voorbeeld. En het kan best zijn hoor dat je camera bij jou op een andere plek staat. Maar ga op zoek naar dit icoontje. Camera. Daar tik je één keer op met je vinger. En dan zul je zien, als ik daarop klik, camera, dan opent er een venster. Nou, en nu kijk je meteen als het ware door de iPad naar buiten. Kijk, dit is Utrecht. Daar in de verte zie je de Dom. Kijk, kan ik dat laten zien? Daar is de Dom. Dat is het hoofdkantoor van de Rabobank. Nou, dat is allemaal niet zo spannend, maar dit is het uitzicht vanaf mijn kantoor. En als ik nu een foto wil nemen, dan klik ik op dat cameraatje wat je rechts in beeld ziet. Dus stel dat ik de Dom op de foto wil zetten, dan hou ik hem hier, dan mik ik. Zo, de Dom een beetje in het midden. En je ziet al, als ik met mijn vinger op de Dom tik, dan stelt hij scherp op de Dom. Ik kan ook dichterbij, bijvoorbeeld op die boom klikken, dan veranderen ook meteen de lichtinstellingen. Nou, in dit geval klik ik de Dom nog een keer aan, zodat hij op de Dom focust. En dan druk ik op dat knopje rechts en dan neemt hij een foto. Nou, zo kan ik, als ik vaak druk, kan ik een heleboel foto's achter elkaar nemen. Dan krijg je een beetje dit idee. Zie je, als ik druk, dan zie je dat hij vrij snel achter elkaar foto's neemt. Nou, dat is eigenlijk de basis, dus een foto nemen. Nou, wat je kunt doen, is je ziet hier onder in beeld, zie je een klein knopje. Als ik daarop klik, dan draait de camera. Aan de voorkant van je iPad zit namelijk ook een camera. Dus de voorkant van je iPad, hier bovenin, daar zit ook een cameraatje. Nou, op het moment dat ik dit knopje rechts onderin één keer aantik, dan draait hij om en dan zie ik in één keer de voorkant. Zie je dat? Dus nu, als ik een foto van mezelf wil nemen, dat zou kunnen, dan kan ik op deze manier, zo hou ik hem recht voor me, kan ik... Zie, en neemt hij een foto van mezelf. Nou, en stel nou dat ik een foto van de andere kant wil nemen, dan druk ik dat knopje weer in, draait hij om, en dan kan ik bijvoorbeeld een foto nemen van Martijn, die zit er aan de andere kant van ons kantoor te werken. Die zal straks gaan eisen dat ik dit eruit knip. Hij steekt nu nog heel vriendelijk zijn hand op. Aardige jongen hoor, die Martijn. Er is ook een boek geschreven, Brand Expedition, de beste moeite waard. En als ik een foto van Martijn wil nemen, dan kan ik ook weer even scherp stellen op Martijn, door er één keer op te klikken, en dan een foto nemen. Ja, als ik ergens anders op klik, dan gaat hij daarop scherp stellen. Nu hebben we de iPad in de staande positie, dus we hebben hem nu zo. Dat betekent dat je foto ook staand wordt. Nou, dat kun je heel makkelijk veranderen door je iPad een kwartslag te draaien. Zo. En dan zie je dat hij in één keer een stuk breder. En dan kan ik dus foto's in de breedte nemen. Bijvoorbeeld weer van het uitzicht. In een andere video gaan we het hebben over filmen, want je kunt namelijk ook filmen met je camera.
Ik zal dat al kort even aanstippen, maar we gaan daar dieper op in een andere video. Als je hier onder dit schuifje van de camera op het videocameraatje zet, dan blijft het scherm bijna hetzelfde. Alleen zie je hier niet meer een camera-icoontje, maar een rood stipje. Een rood stipje van opnemen. En op het moment dat ik nu klik op opnemen, nou, dan gaat hij opnemen. Dan zie ik rechtsbovenin, zie ik ook hoeveel tijd hij nu aan het opnemen is. En ook hierbij kan ik ervoor kiezen om met de camera op de achterkant, die over het algemeen, of niet over het algemeen, die heeft gewoon een betere kwaliteit dan de camera op de voorkant. Dus ik kan nu van me affilmen, maar ik kan ook mezelf filmen als ik dat zou willen. Dus stel je wil een korte boodschap opnemen voor iemand die in het buitenland zit, of je wil een berichtje naar familie of de kinderen sturen, dan kan dat. Dan kun je natuurlijk gewoon je iPad in zijn geheel omdraaien, alleen dan zie je niet wat je doet. Nou, je kunt ook... Je kan niet tijdens het filmen omdraaien. Wat wel kan is even pauzen. En dan weer op dit knopje drukken. Dan draait hij weer om. En nu zou ik dus mezelf kunnen filmen. En ja, als ik hem nu weer indruk. Nou, dan gaat hij weer filmen. 1 seconde, 2 seconden, 3 seconden, 4 seconden. Nou, als ik klaar ben, druk ik nog een keer op dat knopje. En dan stopt hij weer met filmen. Die willen we natuurlijk terugzien. Dus wat we doen om die foto's te bekijken die we net hebben opgenomen en de filmpjes, is hier links onderin klikken op dat hele kleine icoontje, dat kleine fotootje. Als ik daarop klik, dan kom je in je filmrol. En op die filmrol kan ik nu sliden met mijn vinger, gewoon van links naar rechts, tussen de foto's door. Hier de foto van Martijn, de foto van mij. En hier komt Zalik als het goed. Dit zijn die foto's die ik heel snel achter elkaar heb gemaakt. En hier hebben we de foto van de Dom. Als ik nou wil inzoomen op de Dom, om hem dichterbij of groter in beeld te brengen, dan ga ik met twee vingers, dat noemen ze pinchen, met twee vingers op het scherm, op het punt wat ik dichterbij wil brengen. Dus in dit geval bijvoorbeeld de Dom, dan ga ik met twee vingers op de Dom. En dan maak ik mijn vingers, maak de ruimte tussen mijn vingers groter. Dus ik kan op deze manier op het scherm dingen groter maken en kan ik inzoomen. Nou, verder dan dit kan ik niet inzoomen. Als ik weer kleiner wil maken, dan doe ik eigenlijk hetzelfde. Zet ik beide vingers breed op het scherm. En dan breng ik ze weer naar elkaar om ze weer uit te zoomen. Als die helemaal uitgezoomd is en ik wil weer terug naar alle foto's, dan kan ik hem één keer aanklikken. En dan kan ik hier weer bladeren tussen de foto's. En ik kan hier terug naar filmrol linksbovenin. Filmrol. En dan zie ik alle foto's. Dank u. Dan zie ik alle foto's. En dan kan ik een andere foto aanklikken en dan ben ik er weer. Ik kan ook pinchen. Als ik snel pinch, dan kom ik ook weer in het album terecht. Dus als ik vanuit één foto dit doe, dan ben ik weer in het album. En dan kan ik weer een andere aanklikken. Ik kan ook een filmpje erbij pakken. Die herken je door zo'n play knopje. En als ik nu op play druk, dan heb ik hier de video aan het spelen. Het geluid staat nu zacht. Ik kan kijken of ik die wat harder kan zetten. Dat doe je overigens met de knopjes hierbovenop. Dus hierbovenop, als je hem recht houdt, rechtsbovenin. Daar zitten twee knopjes. Eén voor zachter en één voor harder. En één om in één keer het geluid helemaal uit te zetten. Dus dat schuifje, als ik die de andere kant op schuif, dan zet ik het geluid aan of uit. En met die twee knopjes kan ik het geluid harder of zachter zetten. Als ik het knopje voor geluid zacht ingedrukt houdt, dan gaat hij ook in één keer vlop naar helemaal geluidloos. Ik zet hem wat harder. Als ik hem nu een kwartslag draai, dan draait het beeld automatisch mee. Dan gaat hij weer filmen, 1 seconde, 2 seconden. Nou, dat hebben we net opgenomen. Nou, als ik klaar ben, druk ik. Nou, dan druk je op dat knopje. Daar hebben we het net over gehad. Nu heb ik hier nog een paar opties. Stel nou dat ik deze video, dat mag echt nooit iemand zien. Het is niet de bedoeling dat dit uitkomt en naar buiten wordt gebracht. Als ik hem wil weggooien, dan druk ik één keer op het scherm. Dan zie ik alle instellingen. En dan kan ik hierboven klikken op dat prullenbakje. Als ik daar één keer op klik, dan zegt hij verwijder foto. En dan kan ik het bevestigen door dat één keer aan te klikken. En weg is die. Als ik deze ook wil verwijderen, prullenbakje, verwijder video. En weg is die. Als ik klaar ben, dan kan ik hier klikken op gereed. Dan gaat hij weer terug naar de camera, kan ik weer foto's maken.
En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze videoles voor de iPad, waarin je hebt geleerd hoe je een foto kunt maken met je iPad. Heel veel plezier, veel foto's maken en stuur af en toe eens een foto in. Leuk om te zien wat je ervan gemaakt hebt. En als je vragen hebt, laat het hieronder weten, dan beantwoorden we ze graag. En als je behoefte hebt aan een video over de iPad of als je ergens niet uitkomt en je hebt zoiets van leg me dat nou eens een keer uit, laat het weten, dan maken we daar ook een video voor. Fijne dag, succes!